De samenvatting van afgelopen week is dat er een groot temperatuurcontrast was binnen het land. En dat kwam grotendeels door de bewolking. Ik heb hier een foto meegenomen van het koudste plekje van Nederland, de Waddeneilanden. Met daar ook de meeste bewolking. Vanaf de Noordzee kwamen die velden, strato bewolking, ook dieper het land intrekken. Nou, gaan we de komende tijd die noordenwinden kwijtraken? Gaat de temperatuur dan ook wat oplopen? Ik heb even de luchtdrukverdeling voor volgende week meegenomen van het Europees weermodel. En dan valt op dat de atmosfeer nog steeds behoorlijk op slot zit. Dat hoge drukgebied, dat standvastige hoge drukgebied, blijft ook volgende week nog lekker op zijn plek liggen boven de Atlantische Oceaan. In onze omgeving vaak een noordelijke wind, maar af en toe ook een noordoostelijke wind. En dat heeft dan direct al impact op de temperatuur. Meeste lage drukgebieden in het zuiden van Europa, bij de Azoren een lage drukgebied, waar in deze tijd van het jaar juist vaak een hoge drukgebied voorkomt. Dus de rollen tussen die twee zijn een beetje omgedraaid. En ook als we dan even verder naar het oosten kijken, de rest van het Middellandse zeegebied ook daar lage drukinvloeden en dagelijks wel kans op enkele buien. Ook met onweer en soms veel regenwater in korte tijd. Deze weerkaarten kijken we 30 dagen vooruit. Maar we hebben natuurlijk ook nog de pluim, die kijkt 15 dagen vooruit. Deze is ook van het Europese weermodel. En dat is dan specifiek voor de windrichting. Groen is een noordenwind, blauw is een noordoostenwind en paars is een oostenwind. Met die Noordoosten of Oostenwind, daarmee wordt de droogste lucht en ook vaak de warmste lucht aangevoerd. En we zien wel dat het aandeel van die groene balkjes geleidelijk wat gaat afnemen. Dus dat die Noordenwind steeds meer plaats gaat maken voor een Noordoostelijke of een Oostelijke wind. En dat daarmee de temperatuur ook weer wat gaat oplopen. Als we dan nog even teruggaan naar de luchtdrukverdeling, en dan hebben we het al over eind juni, begin juli. valt op dat dat hoge drukgebied een beetje aan de wandel gaat van de Atlantische Oceaan. meer richting Scandinavië. En dat gaat dan ook die verandering van de windrichting teweeg brengen. Die gaat niet meer zo vaak uit het noorden komen. maar vaker uit het noordoosten tot oosten. Die stroming om dat hoge drukgebied heen met de wijzers van de klok mee. Dat lage drukgebied bij de die kantelt geleidelijk een beetje naar het noorden, maar weet onze omgeving nog niet te bereiken. En ook in het Middellandse zeegebied blijft het op die termijn nog wel redelijk wisselvallig. Nou, al die hoge drukgebieden bij ons in de buurt, dat zorgt natuurlijk voor een vrij droog weerbeeld. We hebben de afgelopen week ook weer helemaal geen neerslag gezien in ons land. Ik heb nu even het kaartje van midden juni erbij gepakt, 12 tot 19 juni. En de samenvatting is eigenlijk: zolang die hoge drukgebieden bij ons in de buurt blijven, is het wat droger dan gemiddeld. We hebben een nat voorjaar gehad, grondwaterstanden staan hoog. Maar als die droogte nog langer aanhoudt, gaan vooral op de zon. Landgronden die grondwaterstanden toch wel weer zakken. Lage drukgebieden, wisselvalligheid in het zuiden van Europa, daar 10 tot 30 millimeter meer dan normaal. Ik noemde net al even die noordenwinden. Zorgt voor een temperatuurcontrast binnen het land. Op de Waddeneilanden vaak het koudst. Terwijl het in het zuiden van het land. In Brabant, Brabant Limburg en zeeuws vlaanderen daar kan het dan wel een stukje warmer worden. Nou, voor volgende week 5 tot 12 juni, zit die noordelijke stroming nog heel duidelijk in de weerkaart. Temperatuurafwijking iets onder het gemiddelde voor de tijd van het jaar. En als we dan een eindje verderop gaan kijken, 19 tot 26 juni, dan gaan die noordoostenwinden meer een rol spelen. En dan komt de temperatuur juist iets boven het gemiddelde uit. En eind juni is een beetje 19 tot 23 graden gemiddeld in Nederland. Dus de temperatuur gaat geleidelijk weer wat oplopen. Dan nog even samenvattend. Aan het begin van deze 30 dagen hebben we nog met die standvastige hoge drukgebieden te maken. Daardoor blijft het droog en we hebben wel minder vaak een noordenwind. Daardoor meer ruimte voor de zon en ook wat hogere temperaturen.